What up YouTube? Oh nee, dat is echt van 3 jaar geleden. Laat even weten in de comments of je er toen al bij was toen ik mijn video's zo begon. Anyway, yo Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Miitopia. Steve, Red, Mario en ik zijn onderweg naar de Duistere Vorst. We zijn echt al mega lang hier in deze dungeon. We hebben in de vorige aflevering een draak verslagen, die best wel cool was. Dus als je dat nog niet gezien hebt, ga die video checken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dan gaan we eens kijken wat er in deze video gaat gebeuren. Ricketju die zegt, oké, draken, ze bestaan dus echt. Ik snap alleen niet waarom ik bang ben, want die draak was eigenlijk super aardig. Toch Mario? Oh, die deed het ook bijna in zijn broek. Die had bijna een dikke draak in zijn broek, denk ik. Anyway, de draak kwam weer bij zinnen. En ja, toen was hij eigenlijk een grote softie. Ja, dat vond Mario ook. Hoe dan ook, we zijn zo bij de troon van de Duistere Vorst. Het einde is nabij, zegt Mario. We gaan ervoor. Kom op, let's go. Ik vind het wel leuk dat de mascotte van Nintendo de final speech met mij doet. Mario en ik samen. Oh jee. Oh nee, nee, nee. Ik ga toch niet net voordat we bij de Duistere Vorst komen Steve kwijtraken? Nee, dit is... Wat? Steve heeft mijn team verlaten. Ja, dag. Als nu de Duistere Vorst komt, hè. Dat ga ik niet accepteren, hoor, jongens. Echt niet. We gaan even lekker strooiseltjes gooien. En dan gaan we proberen om dit duiveltje en deze slimme kwelgeesten even een partijtje te nakken. Let's go... Wat? Ik ben zomaar dood. Maar, anyway, Mario die gaat mij wreken. Die is nu super boos. Dus die, hoppakee, die sloopt in één keer deze guy. Samen met Red. Ja, alleen ik ben gewoon dood nu. Nou is er dus een move waarmee je dus eigenlijk terug zou kunnen komen. Alleen ik denk dat dat nu niet gebeurt. Aangezien zij in de hypermodus zitten. Maar volgens mij zouden zij mij ook terug kunnen brengen nu. Ze gaan in ieder geval helemaal los lekker samen. Heerlijk bezig jongens. Ik breng mezelf wel even terug dan. Zo, maar dat ging in één keer. Ik was in één keer dood. Hij deed volgens mij gewoon echt een aanval waardoor ik gewoon in één keer weg was of zo. Helemaal gek joh die gozer. Kom op. Oké, lentebriesje +2. Dikke doei. Oude vaart, toedeledokie. XP-punten onze kant op. Let's go. Juist. Ik begon hem even te knijpen toen ik daar dood ging. Wij gaan even lekker linksaf. Geen idee of dat een voordeel heeft ten opzichte van rechtsaf. Er zijn in ieder geval weer nieuwe vijanden hier. En dat zijn 3 vurige windjes. Dat heb ik ook wel eens als ik te veel sambal heb gegeten. Dus laten we even korte metten maken met deze vurige winderijen. Want daar zitten we natuurlijk helemaal niet op te wachten, jongens. Oh, snap. Mario is geburnt. Ik heb mijn kont geburnt. Je kan merken dat we tegen het einde van de game aanlopen. Want het wordt toch wel lastiger, heb ik het gevoel. Kom op, jongens. Pak die vurige winden aan. Hoppa. Ze zijn nog steeds niet kapot. Die is wel kapot. Even een lentebriesje en dan is het hopelijk gewoon klaar. Daag. Ik ben helemaal klaar met die wind in mijn kont. Gaan we al een leveltje omhoog of zo? Nee, nog steeds niet. Is er dan een herberg hier onderweg? Er is in ieder geval een kist hier onderweg. En er zit 950 money in. Ja, ik denk dat er weer een herberg aankomt. Volgens mij altijd na 2 gevechten krijg je altijd de herberg. En dan denk ik dat we Steve ook weer gaan zien. Ja, Steve is weer terug. Shadow en Luigi zijn betere matties. En ook Red wordt betere matties met Epona. Oké, wie heeft er dingen nodig? Van het team Red wil een nieuw zwaard. Oh, dit lijkt wel een Zelda zwaard of zo. Super vet zwaardje voor Red. 3000 monies. Wel knijterduur, maar we hebben genoeg geld op dit moment. Ja, dit ziet er goed uit, jongen. Mooi dolkie. Nou, even lekker kanen dan. Heerlijk, hè, Mariootje. Wil je er nog één? Nog een kikkersappietje. Oh, ik heb ook een kikkersappie ×2. Hier, die mag je ook hebben, jongen. Ah, wat heb ik nog meer? Ik heb hier een boing salade. Ja, die vindt iedereen altijd wel nice. Dus die ga ik aan Red geven. Die vond het dus niet zo nice. Oké, en Steve, vind jij dit nice? Steve vindt het wel nice. Ik heb ook nog een muizensnack, wat Steve wel lekker vindt. Wil jij nog een zwaard sashimi, Red? Nee? Nou, dan zal ik dat de volgende keer ook niet meer geven. Ik ga voor kobold donuts. Klinkt heel lekker. Om, nom, 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 nom. Nog eentje. Oh, lekker, jongen. Oké, iedereen weer oké. Iedereen weer tevreden. Toad en Zelda willen nog even praten. Zelda laat Toad even lekker schrobben. Ja, dat is Toad gewend. Dat doet hij ook altijd voor Princess Peach. Dus oké. Same story, different princess. Oké, en we gaan door. Oh, we zijn bijna bij het uitroepteken. En ik heb het gevoel dat ik ook echt bijna bovenin de toren ben. Maar eerst krijgen we nog een kissie voor een gameticket. En nog een dik gevecht. Oh, met 2 van die blauwe minotaurussen. Dat kan een probleem worden. We gaan allemaal in de hypermodus, jongens. Let's go. Allemaal. En dan elkaar helpen. Let's do this. We kunnen dit. Kom op, hypermodus. Lekker. De eerste vijand is weg. Ja, maar dit... Oh, wacht even. Ik heb strooisels kogels nodig. Deze enemies zijn echt bizar sterk. Ik denk dat die blauwe minotaurussen misschien wel de sterkste enemies zijn in de game. Als je het hebt over, zeg maar, normale vijanden die je overal tegen kan komen dan, hè. Come on, helpen! Maak ze kapot! Eentje is weg. En die tweede gaat nu ook weg. Die hypermodus is wel sick hoor. Hey, die doet echt pijn, jongen. Heel chill dat we die gehaald hebben. Terwijl Royal Red een leveltje omhoog gaat. Naar level 18 denk ik al. Of naar 17. Misschien toch naar 17. Oké, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? We zien iets liggen. Mario ziet het liggen. Oh, het is een MP-snoepje. Super chill. Hier boven in de toren. Je weet nooit wat je tegenkomt boven in donkere torens, jongens. Zou wel oppassen met in donkere torens gaan. Want... nee, beter niet. Laat dat maar lekker aan Super Mario over. Oké, ik heb nog één hypertje. Mario, jij mag de hypertje. Dan gaan we gewoon lekker aanvallen, jongens. Let's go, let's do this. Hoppakee, Red. Lekker bezig. Daar gaat Mario. Ik help Mario. Pie! Dus even kijken of ik er ook nog één kapot kan maken. Misschien deze. Nee, die is nog niet kapot. Steve gaat even lekker snuiven met Epona. En die sloopt er ook twee. Er is er nog eentje over. Ja, helemaal prima. Maak hem kapot, Mario. Lekker. Go, go, go. Herberg. Oh man, we komen zo dichtbij. Lekker bezig, Steve en Mario. Die hebben een leuke relatie samen. Zou ik nog wat extra ervaringspunten kunnen fixen hier in dit Rad van Fortuin? Of wordt het kleding? Het wordt kleding. Een haveloos panzer. Oh, die is voor Shadow. Maar die is super slecht. Nou, laat maar zitten dan. Kan ik nog wat kopen? Ja. Voor Red weer. Een nieuw pakje voor Red. Macho plunje. Ja, Red, die joint gewoon de macho squad. Jammer dat er ook een pet bij hoort. Want dat maakt het weer minder mooi. Dus hij gaat ook alleen het effect dragen. Sorry. Mario en Red, die houden gewoon continu hetzelfde pakje. Dus even kijken. Voor de rest wil niemand iets boeiends. Oké. Oh jij, zijn we er nu? Zijn we er nu? Oh, we zijn er! De Duistere Vorst, jongen. Mag ik even de duimpjes omhoog voor dit gevecht? Want het lijkt erop alsof we bij het einde zijn gekomen bij de Duistere Vorst. We gaan het doen. Oh ja, kijk hem met die grijpgrage klauwen van hem. Hij begint te lachen. En hij zegt, kijk eens wie we daar hebben. We zijn er klaar voor, Duistere Vorst, Mr. Mime. En hij vraagt van, ja, denken jullie nou echt dat je me kan verslaan? Hij begint weer een beetje te lachen, te gniffelen. Hij gelooft er niks van zo te zien. Hij vindt het allemaal maar schattig. Jullie zijn helemaal hierheen gereisd om met mij te spelen. Genoeg gespeeld. Eerst zal ik jullie gezichten stelen. En dan jullie zielen. En uiteindelijk jullie levens. Nee jongen, wij gaan niet verliezen. Kom maar op, Mr. Mimepie Dimepie. Ik ben heel benieuwd wat dit gevecht gaat brengen, jongens. Zullen we gewoon lekker gelijk gaan hyperen met z'n allen? En dan hopen dat dit werkt. Is dit de goede tactiek? Waarschijnlijk niet, maar ik ga het toch doen. Let's go. We geven hem wel harde klappen. Dus dat is helemaal top. We helpen elkaar lekker. Ja, oké. We geven hem flink pijn. Ja. En ook Steve nog even. Steve krijgt dan wel een tikkie. Oeh. Tijd voor strooisels, vooral voor Steve. Iedereen even full HP maken. Let's go, volgende ronde klappen. Oh, we helpen hem allemaal. We helpen Mario allemaal, dat is top. Kom mij ook even allemaal helpen. Nee, ik mag alleen. Nou, lekker dan. Steve gaat... Nee, Steve gaat ook niet alleen. Steve gaat met twee anderen. En de Duistere Vorst zegt, dachten jullie nou echt dat je sterk genoeg waren? Oh nee, er komen hulpjes. Nee! Het gezicht van Steve. Nee! Hij zegt, we back in the mine. Maar Steve kan nu niks doen, denk ik. Oh, wacht. Nee, niet nog iemand pakken. Nee. Oh my gosh. Ja, Mario en Steve kunnen niks doen. Ik denk niet dat het helpt om ze in de schuilplaats te zetten. Alleen dan krijgen ze geen HP damage. Dus dat is dan misschien wel nice. Ik ga mezelf even in hyper gooien. Oh, jemig. Intens, intens. Let's go. Pak die onderdanen. De onderdanen moeten kapot. Ja, lekker. Mario heeft zijn gezicht terug. Alleen Steve nog niet. Ja, nu wel, want het onderdaantje was gevangen. Dus Steve kan weer terug. Kom maar, Steve. Wat HP-strooisel voor mij. En gaan. Oké, Mario, pas op. Niet kapot gaan. Oh, hebben we hem kapot? Hij ligt. Hij ligt. Is dit het al? Echt? Is die kapot? Nee, zo makkelijk kan het toch niet zijn. Dit kan het niet zijn, jongens. Ik ga mezelf even de bonuspuntjes geven, gewoon omdat het kan. Dan ben ik level 18. Nee, Duistere Vorst. Ik geloof jou niet. Ik geloof niet dat dit het al is. Ik geloof niet dat jij al down bent. Ik kan wel misschien zijn ketting jatten. Oh, wacht even. Zijn ketting gaat iets doen. Zijn ketting gaat iets doen, jongens. Wat gaat zijn ketting doen? Wat komt eruit? Een oog. Wat is dit? Wat is dat voor ding? Wat was dat voor Flurpy? Daar is Mr. Mime. Hij is gewoon een normaal poppetje geworden. Yo, Mr. Mime. Ja, hij vraagt zich af van, heb ik iets gedaan? Was het mijn fout? Hij is zich van geen kwaad bewust. Wat doe jij hier, Iwata? Ja, we hebben net de Duistere Vorst verslagen. Heel casual gewoon, inderdaad. Iwata zegt, dat verbaast me niets. Ik wist wel dat jullie het konden. Oh, wacht even. Wat gebeurt er met... Wat is dit voor eng ding, joh? Wat is dit voor raar... Oh, oké. Ik word beschermd. Door Iwata. Nee, nee. Je kan al raden wat er gebeurt. Duistere Vorst Iwata. Oh nee. Duisterdere Vorst Mr. Iwata. Ik wil helemaal niet tegen Iwata, want Iwata is een baas. Oh nee. Het mormeltje, dingetje, flubbertje zegt... Echt waar, krijg ik nu ook de krachten van de wijze man? Oh, nu is die echt unstoppable. Iwata is zo goed. Dit is niet oké. Oh, hij gaat ook weg. Ik dacht dat we gelijk tegen hem moesten battelen, maar hij slaat op de vlucht, joh. De stem begint tegen ons te praten. En die zegt, ik zie dat jullie je dit keer aardig in de nesten hebben gewerkt. Dus dat kleine kereltje is de ware vorm van de Duistere Vorst. En daar werd het lichaam van Mr. Mime door bezeten. Exact. Het is de blauwe flubber. Ja, dat was hem. En nu heeft de wijze Mr. Iwata overmeesterd. Ja, dit keer is zijn lichaam het minste van jullie problemen. De magie van de wijze maakt hem tot een uiterst machtige vijand. Maar jullie zijn nu oude rotten in het vak, toch? Kunnen jullie de wereld bevrijden van deze machtige tegenstander? Ik zou jullie erg dankbaar zijn. Wat gebeurt er allemaal? Ik moet een beetje huilen omdat wijze Mr. Iwata mijn leven heeft gered. En Red zegt, nu is het aan ons om hem te helpen. Maar er is wel een klein probleempje, want hoe gaan we de Duistere Vorst volgen? En iemand zegt, hallo, daar ben ik weer. Ah, het is de draak. Het is Dominique. Die zegt, jullie zien er verdrietig uit. Zijn jullie verdrietig? Heeft het soms iets te maken met de Duisterdere Vorst? En hij gaat ons helpen, Dominique. Wat vet. We kunnen gewoon op zijn rug klimmen. En dan gaan we vliegen, jongen. Kijk, Steve hangen. Red die voelt zich koning, Mario ook. En Steve die denkt, ah, waarom moet ik hier aan zijn staart hangen? Super grappig. Oh, wauw. Er openen zo te zien weer nieuwe gebieden. Of zijn het oude gebieden? Anyway, de draak kan ons nu denk ik gewoon overal naartoe brengen. Wauw, zeg ik. Ik wist niet dat de wereld zo groot was. Leuk uitzicht, zegt Dominique. Jazeker. Maar we kunnen de Duistere Vorst toch niet overal zoeken? Hoe kunnen we Mr. Iwata nou toch vinden? En Dominique zegt, ja, dat gaat inderdaad lastig worden. Maar er schiet me iets te binnen. Wat schiet jou te binnen dan? Er is een plek genaamd het Reisrijk. Heb ik daar wel eens van gehoord? Nee, heb ik nog nooit van gehoord, het Reisrijk. De naam zegt het al een beetje. Reisrijk is een plek waar veel reizigers bijeenkomen. Je vindt er mensen uit alle uithoeken van de wereld. Dus er is vast wel iemand te vinden die ons verder kan helpen. Oké, let's go to het Reisrijk. Waar is die? Waar is dat? Is dat daar in het midden? Die hele grote stad? Mogen populaire Mii-personages naar het Reisrijk komen? Tuurlijk mogen ze komen. Geen probleem, laat ze komen. Geen idee wat ze daar gaan doen, maar ze mogen komen, joh. Oh jee, we moeten weer nieuwe Mii's maken. En dat gaan we natuurlijk doen in de volgende video. Dus doe je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dit was vet, maar het wordt denk ik nog vetter. Mazzel!